In Suriname is er sprake van een redelijke vrije pers. Dit zegt de journalist, tevens lid van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Wilfred Lewin. De redactie sprak met hem in het kader van de herdenking van de Internationale Dag voor de Persvrijheid vandaag. Op deze dag wordt stilgestaan bij onder andere het recht van journalisten om zonder toestemming diepgaand onderzoek te doen naar feiten en omstandigheden en deze vrijelijk te publiceren. De nadruk wordt dit jaar gelegd op de relatie en de balans van journalistiek werk en de transparantie van de overheid. De journalist is ook onderzoeker voor de organisatie Reporters Without Borders, RSF. Deze internationale organisatie onderzoekt de persvrijheid in de lidlanden. Suriname is met één stap achteruit gegaan op de lijst. Lewin gaat in op de reden hiertoe. Maar wat heeft eigenlijk gemaakt dat we een stap terug zijn gegaan? Is er in de tussentijd iets gebeurd? Ja, we hebben het in RSF besproken tijdens de researchperiode. Is er een brief naar mij gestuurd van we vullen elk jaarlijks een questionnaire in. En naast de questionnaire kunnen de researchers ook een comment opsturen. En we zijn eraan gehouden om zo eerlijk mogelijk, onafhankelijk van jouw nationaliteit, van je eigen land, je nationaal gevoel voor je eigen land, toch zo eerlijk mogelijk verslag te doen van je onderzoek. En net in die periode van het onderzoek heeft een kwestie gespeeld, bijvoorbeeld dat vanuit de overheid een soort bedreiging is geuit naar een radiostation. Dat is aangetekend ook, maar ook dat in die periode er een paar spraken zijn gedaan vanuit instituten en vanuit overheden. En ik zeg altijd van die overheden, instituten, instanties, let erop dat elke kleine intimidatie of bedreiging wordt geregistreerd. Aldus Wilfred Lewin, journalist, tevens lid van de Vereniging Surinaamse. Lid van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ. De vereniging heeft vandaag ook een verklaring uitgegeven waarin zij waarschuwt voor het centraliseren van de informatie. De SVJ staat bij de 25e herdenking van deze internationale dag voor de persvrijheid, samen met de wereldgemeenschap stil bij het internationaal thema voor dit jaar, namelijk Keeping Power in Check, Media, Justice and the Rule of Law, oftewel controle houden over macht, media, rechtvaardigheid en de rechtsstaat. De SVJ onderstreept ook de woorden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, wanneer hij stelt dat een vrije pers essentieel is voor vrede, gerechtigheid, mensenrechten voor iedereen en duurzame ontwikkeling. Het centraliseren van publieke informatie en het weerhouden van de onafhankelijke en vrije pers om onbelemmerd zelfinformatie te vergaren is een regelrechte schending van de nationale en internationale waarborging op de persvrijheid. De SVJ maakt zich zorgen om deze trend, omdat het centraliseren van het nieuws, waardoor er geen toegang wordt geboden voor vrije nieuwsgaring, nu een ernstige situatie is. Veel ministers willen niet meer met journalisten praten, omdat alles centraal gaat. En ook diverse districtscommissarissen, bedrijven en instellingen gaan dezelfde kant op. Aldus een passage uit de verklaring van de SVJ vandaag bij de herdenking van de World Press Freedom Day, oftewel Internationale Dag voor de Persvrijheid. De journalistenvereniging feliciteert tenslotte haar leden en de Surinaamse gemeenschap met deze Internationale Dag.